Het KRO-NCRV-programma Pointer is een pop-up begonnen in Emmen. Bewoners uit onder andere de Veenkoloniën kunnen hier terecht met onderwerpen waar ze tegenaan lopen. En we nodigen bewoners uit om bij ons langs te komen om kwesties die spelen in de regio bij ons aan te dragen met de vraag wat moeten wij voor jullie onderzoeken. En kunnen hier vervolgens een verhaal doen en wij gaan dat verder onderzoeken en maken daar radio of wel tv van. Zijn er ook al problemen rondom de Veenkoloniën gemeld? Nou, waar wij zelf in ingedoken zijn op de Veenkolonie is de gezondheidskloof. Mensen in de Veenkolonie leven 7 jaar korter gemiddeld dan in de rest van Nederland. En 15 jaar ongezonder. En wij willen eigenlijk wel onderzoeken waarom dat komt. Ja, dit is het onderwerpenbord. We noemen het ook wel het makelaarsbord. En mensen die langskomen lopen kunnen zien welke tips zijn binnengekomen. En we plakken ze gewoon elke keer op en gaan dan vervolgens ook in gesprek met mensen die hier voor de deur binnenkomen, of dan niet binnenkomen, maar voor de deur staan. En dan vragen we ze ook welk onderwerp ze belangrijk of minder belangrijk vinden en dan plaatsen we ze hoger of lager. En meestal als je dan ook in gesprek raakt over de onderwerpen, dan komen ze vaak ook zelf wel met hun eigen onderwerp aan zitten. En welk probleem uit de Veenkoloniën staat er bijvoorbeeld op? Het grote probleem daar is natuurlijk de armoede. En de vraag is natuurlijk gewoon, hoe kan je dat probleem daar oplossen? En dat heeft met zoveel variabelen te maken. Er zijn allerlei projecten voor opgezet. Kansen voor de Veenkolonie bijvoorbeeld. Is al 8 jaar bezig, 10 miljoen euro ingestopt. Maar wat is nou het resultaat daarvan eigenlijk? En wat heeft dat nou eigenlijk opgeleverd? En hoe kun je op een andere manier toch proberen om dat soort problemen in die regio op te lossen? Tot en met 6 mei zal het programma verhalen verzamelen uit de Veenkoloniën.